Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Stappenbelt Sportfietsen te Apeldoorn, powered by Specialized. En Specialized zou Specialized nu zijn als ze niet een keer met een nieuwe Shift tijdritfiets, triathlonfiets zouden komen. Sinds 2011 een waanzinnig snelle fiets op de markt gebracht met opslag voor water en drinken. Hij is compleet nieuw herzien. Ja, ik zou hem eigenlijk willen tonen, maar hij is er nog niet. Hij wordt in gelimiteerde oplagen gebouwd. En wat heeft men gedaan? De fiets is meer aerodynamisch geworden, makkelijker in de fietskoffer mee te nemen, maar vooral meer opslag voor eten en drinken. Dus je kan je hele tijdrit triathlon, 180 kilometer, zonder te stoppen bij een voedingszone, doorrijden. Dat moet minuten gaan schelen, minuten. We zullen foto's toevoegen, we zullen een film toevoegen wanneer ons dat lukt. Komend weekend wordt hij geïntroduceerd in Hawaii, Ironman, wereldkampioenschap. Zes atleten rijden daar op de nieuwe Shift. Ik zei net, er worden er 500 gelimiteerd gemaakt, min die 6. En je kan hem bestellen tot 31 oktober. Dus wanneer je interesse hebt, kijk op de site bij Specialized, bij ons, we gaan hem linken. Of kom bij ons in de winkel, maar we gaan je verder helpen. Deze gelimiteerde fiets. En nu het 's avonds wat donkerder wordt, de verlichting is natuurlijk een hot item. We hebben verschillende mogelijkheden qua verlichting. En dat begint bij 9,95 voor een setje. Dat is natuurlijk niet spectaculair, maar die zijn makkelijk aan de fiets te hangen. Daarnaast heeft Specialized zijn eigen verlichtingssets, die allemaal USB oplaadbaar zijn. Voor- of achterlampjes apart of setjes. En daarnaast praten we over lumen. Hoe meer lumen, hoe meer licht die geeft, hoe helderder en mooier het beeld is. Allemaal oplaadbaar, goede kwaliteit. Staan op de webshop, onze website. Dus het lijkt me verstandig om veilig 's avonds te kunnen fietsen. Hadden we het net over verlichting, winter, koud. Koud en nat, ook de kleding kun je daarop aanpassen. De nieuwe wintercollectie is overigens binnen. En wat een klein maar fijn item is, zijn teencovers, doekcovers, windwaterdicht, schuif je op de voorkant van de schoen, geen koude tenen. En niet een te duur item, dus ook een leuk cadeautje natuurlijk. Winterbroeken, ook een speciale damesbroek. Met bretels, en zeggen dames, ja, maar dat is helemaal niet handig. Nou, er zit een magneetje op, achter, op de bretels. Een kind kan de was doen, toch? Wel zo handig, dames, zakt de broek ook niet af. Lekker warme kwaliteit, mooie pasvorm, dus goed verhaal zou ik zeggen. Voor de dames, dames houden het ook wel van design. Dit was afgelopen jaar al een heel goed verkopende jas. Met een leuk printje erin, lekker materiaal. De achterkant is wat meer waterafstotend, winddicht, waterafstotend. Kom de collectie bekijken. Nou, daar waren ze weer, de nieuwtjes van dit keer. Houd komend weekend dan toch maar in de gaten. 13 oktober is het WK triathlon. En of onze Specialized gasten daar op het podium komen. Maar ik kan me anders niet voorstellen met deze snelle fiets. Wat denken jullie? Tot de volgende keer.